Dag, beste kijker. Het was fris vanmorgen. In de Kempen en de Ardennen ligt de Vrieskou. En aan de grond vroor het nog wat harder, op verschillende plaatsen zelfs. Nu ondertussen geraken die temperaturen aan 10 graden en zelfs meer en hebben we ook nog behoorlijk wat zon gekregen. Nu, stilaan zijn er zich al wel wat meer stapelwolkjes aan het vormen, komen er ook wat meer hoge sluierwolken. Misschien heeft u ook al wel een kring rond de zon gezien, een halo. En een kring rond de zon, ja, dat betekent soms water in de ton. en Dat krijgen we volgende nacht. Het zal nog niet voor de komende uren zijn. We zien. Geleidelijk aan vanaf het westen deze bewolking dichterbij schuiven. En ja, hier zit regen in. En dat krijgen we dan tegen vannacht, middernacht, begint het vanaf de kust te regenen. En gaat dus die storing van west naar oost over ons land trekken. En komt dus ook een depressie dichterbij. En dat zorgt niet alleen voor regen, maar dat zorgt ook voor veel wind. Want de isobaren, deze witte lijnen van gelijke druk, komen toch wel behoorlijk dicht tegen elkaar te liggen. En dan morgen voormiddag eerst nog veel wind. Morgen nog een beetje regen voor het oosten. En daarna volgen er een aantal buien. En voor woensdag ook zien we vanaf, het, vanaf de kust eigenlijk toch geregeld een bui over ons land trekken. En die wind die blijft nog wel voelbaar. En nog altijd vanuit noordwestelijke hoek die frisse lucht, dus de temperaturen gaan voorlopig niet al te hoog kunnen klimmen. Voor vandaag gaan we tot 15 graden met dus nog wel wat zonneschijn. Maar stilaan in de loop van de namiddag meer en meer bewolking. En dan vanavond en vannacht zal er weinig of niks meer van die opklaringen overblijven. Misschien nog enkele keer hier in het zuiden. En dan tegen middernacht beginnen de druppels te vallen vanaf de kust. Vanaf de kust trekt die regenzone over het land. Tegen het einde van de nacht regent het dan ook in het oosten. Temperaturen tussen 3 en 9 graden. En soms zal felle windstoten tot 70 of 80 km per uur. En ook morgen voormiddag is er nog een stevige wind. Kan het krachtig tot aan de kust, zelfs zeer krachtig waaien. Maar in de loop van de namiddag wordt het niet alleen wat droger en komen er niet alleen stilaan wat opklaringen, is er ook iets minder wind. Temperaturen rond 13 graden, dus ja, niks te warm. En dat is ook het geval voor woensdag, want dan hebben we temperaturen rond zo'n 11 graden. blijft het zeer wisselvallig met een aantal buien, misschien ook met een donderslag erbij. En dan voor donderdag blijft het nog lang droog, maar uiteindelijk in de loop van de namiddag en avond kan het beginnen te regenen bij 12 graden. En vrijdag is er nog kans op een paar buien bij 14 graden. En in het weekend draait de wind naar het zuiden, krijgen we warmere lucht. Nu voor zaterdag is er eerst nog een zwakke storing die misschien links of rechts een spatje geeft, maar in de loop van de dag komt de zon erdoor en kunnen we vertoeven bij een heerlijke 20 graden. En voor zondag doen we nog een schep bovenop, gaan we naar vijf. 25 graden met geregeld wat zonneschijn. En dan tegen s'avonds misschien lokaal een onweer. Maar geleidelijk aan, tegen het einde van de week, ja, zit toch dat zomerse er meer in. Meer daarover later. Graag tot dan. Dag.